mensen, daar zijn we dan weer met een nieuwe review hier op de PTK. Weer een kermisreview. Het is toch niet te geloven, mensen. Je krijgt het hier gewoon allemaal voorgeschoteld. We staan vandaag Amsterdam Zuidoost, de Bijlmer. Daar hebben we hele mooie video's opgenomen in het verleden. Ook livestreams zelfs gedaan. Ja, dit jaar zal dat niet gebeuren, maar wel een video. Dus ik ga eens even laten zien wat hier allemaal staat in Amsterdam Zuidoost. En ja, of het een beetje de moeite waard is om hier naartoe te komen, mensen. We gaan starten. Wij starten met een heel sfeervol iets. Kijk eens even, container van Renewee. Wie? Ja, ik weet niet wat ze ermee willen laten zien, maar het is apart, zou ik maar zeggen. En dan draaien we door richting de Walking Waterballs van Boers. Zwift dan de Rally of Dance van Bosma. Staat hier ook al een paar jaar achter elkaar. In Amsterdam Zuidoost en zo ook dit jaar dus weer. En op. En neer. En op. En neer. De trampoline. Dat nemen ze toch even mee, hè? Dus heeft hier niemand aan de knopje gezeten. De eerste 2 euro. Ja, hij heeft gewoon een knuffelbeer voor 2 euro, mensen. Ja, dat nou, is toch mooi, hè? Dat was er mooi bij. Toevalstreffer. Ja, of niet gewoon. Hij... Hey, en kan je nagaan, dan heb ik vorige keer, had ik die beer van de metro uit die Pink Date, ook zo'n Louis Vuitton beer. Die heb ik ook nog steeds. Oh, die heeft een kleintje gekregen. Nou, heb ik nog een kleintje daar. Heeft hij een broertje. Ja. De laatste 2 jaar was het voor de Future Dance hier in Amsterdam Zuidoost. Daarvoor was het altijd Zuidema die hier stond, zover ik weet. Heeft wel eens met deze breakdance hier gestaan, maar ook met de andere breakdance, de nummer 1 breakdance van hun. Tenminste, de eerste breakdance die hun aankochten. En nu staan ze hier weer terug met de tweede breakdance. We kwamen ook nog tegen in Barendrecht de laatste keer. En nu dus hier weer aan het draaien. Het is een breakdance nummer 3, gebouw bij Hus. Hun tweede aangekochte, zoals ik al zei. De andere breakdance van hun staat nu in Arnhem. De volgende attractie is de Cyclone. Van Verreken als rustbaan. En ja, de handjes moeten omhoog om de pluim dus te kunnen pakken. Nou, hij is te grazen genomen, zou ik maar zeggen. Het is en blijft een mooie rustbaan, maar dat zijn ze allemaal van Verreken. Ze hebben allemaal hele mooie rustbaan. En dan vind ik die Amor Express nog de minste. Maar die andere zijn allemaal schitterend. Dit jaar mag Amsterdam Zuidoost zich rijk rekenen met een gewoon spookhuis. En wel het Freak Circus. Is een spookhuis die behoorlijk wat opbouwwerkzaamheden met zich meebrengt. En dan moet je alleen maar respect hebben voor de mensen die hier echt zwoegen met het opbouwen. Ik zou dat ding vervloeken, want dat ding moet helemaal van de grond met de hand opgebouwd worden. Nou, dat is niet normaal. Wat een zwaar werk. Ik heb dat goed zitten bekijken. Bizar. De volgende attractie is de Swinging Coaster van Veldhuis. De familieachtbaan met draaiende gondels. De enige familieachtbaan van Nederland met draaiende gondels.
spektakel hoor, kan je in de review zien van Rotterdam najaar het afgelopen jaar. Daar gingen we er zelf in. Nou, dat was een stukje spektakel, dat hoort hier ook. Er wordt namelijk flink gegild in deze attractie. Hoor eens. Daar Dragon Breed, dat is iets nieuws, een beetje uit Duitsland komen overwaaien. Gaan we misschien over de post nog eens een keertje testen in een speciale video. Want ja, die komt ook weer goed, dus dan snap je het alweer wel. Je kan lekker dingen eten mensen, heerlijk is dat hier. Kijk even de kermis eettest vanuit Den Haag. Ja, dit is echt mensen, geweldig. Kijk maar eens eventjes. En daar het leuke spelletje wat Marijn zo leuk vindt. Bowler Roller. Steek hem erin. Nou, daar gaan we dan. Met één hand. Start. Je moet op les bij Dustin. Ja, Dustin kan het wel. Dustin kan het. Nee, ik zie jij niet zo. Nou, ja, bij mij zit dit op... De Flying Jumbo van Vermolen. Naar mijn mening de mooiste jumbo die wij in Nederland hebben. Ja la la, ja ra ra ta ta ra ta ta, ja ra 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 ra. De scooter die ineens helemaal verplaatst is naar de andere kant van het terrein, staat nu op de plaats waar vorig jaar de chaos stond samen met de reactor. Nu staat hier dus de Sound Factory van de grote. Het is een oude scooter die er van binnen een beetje classic uitziet, weet je wel, zo'n hele grote hal met... Ja, nog ouderwetse turbokappen en zo allemaal mensen. En de oude Betason autoscooters. Tenminste, de wat oudere Betason autoscooters. Weet je, zo'n klassieke bouwscooter-style heeft het, terwijl het toch een klapscooter is. Nieuw voor Amsterdam Zuidoosten, Techno Dance van Bosters. Kom er niet heel veel tegen. Het is wel een keer leuk om hier weer te zien. Heeft veel gedaan afgelopen winter. Bijvoorbeeld de borden in ledverlichting gezet. Daar die midden met dat truss. En daar staat de vlammenwerper middenop. En zo zullen er vast zeker nog wel meer dingen zijn. Maar ik heb de grootste dingen allemaal opgeroemd. Want ze zijn nog bezig geweest met spots volgens mij. Nou ja, goed. In ieder geval, daar wordt hard aan gewerkt aan deze Techno Dance. Oh, heerlijk mensen. Spanning wordt hier opgebouwd. Overigens, de vrouw des huizes hier, die is nogal actief op TikTok. Ik kan soms livestreams zien hoe ze in de kassa zit en hoe ze de attractie bestuurt en zo. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, zoek even op het Techno Dance kanaal account op TikTok. En als je er toch bezig bent, de vette vrouw ook even toevoegen. Dan zie je ook veel spektakel. Kijk eens even, heerlijk die Farfum mensen. Weer rook erbij. En zo, dat was de kermis hier in Amsterdam Zuidoost. Ja, een mindere kermis dan anders. Ja, ik bedoel, vorig jaar Reactor, Chaos stond daar, Future Dance. Ja, nu wat minder. En dat komt een beetje doordat er allemaal grote kermissen nu draaien. Daardoor ja, hebben we toch attracties gezegd van ja, we pakken liever zo'n grote kermis als deze kermis in Amsterdam Zuidoost. En zo slecht is deze kermis niet hoor, qua publiek.
Want er zijn best wel veel mensen die hier nog gewoon naar de kermis toe komen. En het mooie ook altijd van Amsterdam Zuidoost is, mensen komen hier niet zomaar om te kijken. Nee, ze gaan ook echt ergens in. Dus het is best wel een goede kermis voor de exploitant. Dankjewel voor het kijken. Beste show gaat naar de Techno Dance. Ja, ik moet altijd oppassen dat ik geen Techno Power zeg. Dan komt dat ik hier vaker tegenkom als de Techno Dance. En we hebben zojuist ook nog, Marijn achter de camera, een ritje gedaan hier in de Techno Dance. Leuke attractie mensen, zoals je hem een keer tegenkomt moet je hem zeker doen. Ik kom hem niet zo heel vaak tegen, misschien dit jaar nog in Vlissingen of zo. Ik hoop het wel. Maar voor de rest is het eigenlijk altijd vrij weinig. Dus dat was wel leuk dat ik hem dan hier weer een keer zie. Abonneer op dit kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En volg natuurlijk ook de podcast op jouw favoriete podcastplatform mensen. Want wij hebben de enige echte Nederlandse podcast op kermisgebied. Tot de volgende video mensen!